Oké, dit is niet iets waar je dagelijks naar kijkt. Nee. Wat wil je? Ja, de prijs, de Louis d'Or. De Louis d'Or. De Louis d'Or. Hij is niet van goud. Nee. Wat pak je me nou? Is het als die van goud zou zijn, zou ik hem meteen om, want dat ding is best zwaar. Wat is dat nou? Dit is toch de Louis d'Or? Weet je waarvoor die staat? Ja? Van de huidige generatie is het alleen Jacob die hem twee keer heeft gewonnen. Nee, Pierre Bokma, oh, Peter Pierre Faber, Bert Lubbers, Hans Kesting. Je speelt het echt allemaal. Als jullie gaat altijd over het verhaal, je bent altijd jezelf. Je speelt nooit een rol eigenlijk. Ik denk altijd, oké, dat je maar twee man moet gebruiken. Toch? Ik ben Vincent. Oh shit, ik dacht jij Bart. Nee. Vind jij het vaak hetzelfde doen? Ik denk wel dat je uit je eigen comfortzone moet treden. Huilen. Ik vind het heel goedkoop altijd, maar ja, mensen trappen erin. Of heel goed gehandicapt spelen, daar houden ze ook van natuurlijk. Of dikker worden. Ben jij wel eens aangekomen voor een rol? Nee. Ja, jij wel. Ja. Zeker voor deze rol. Ik vind het heel goed van je dat je zo durft aan te komen. Gewoon uit de comfortzone. Zullen we even een stukje doen? Kijken of jij mij nog een tipje kan geven? Tuurlijk, ja. Mijn toespraak heeft opzien gebaard. Ik denk wel dat inderdaad dat je nog echt veel dikker moet zijn. Ja, misschien dat ik als ik mijn blouse in mijn broek doe, dat je het ook beter ziet. Ah, zeg zo. Ik denk dat je het langzaam moet opbouwen en dat je erin moet schieten. Ik vind het als Hitler. Mijn toespraak! Nee, we hoeven niet met een Duits accent. Oh. Ik vind het heel erg dronken. Nee, laat het niet. Ik hoop dat je hem krijgt. Ja? Ja, ik hoop het echt. Dankjewel, Gijs. Timmer.